leuk, je weer kijken naar Anders Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4 aan het werk. En Jennifer is achter de computer bezig met een boek aan het schrijven. Ik weet eigenlijk niet waarom ze zo vaak op haar muis tikt en niet gewoon op de toetsen. Oh, nu doet ze het wel. En ze zat net de hele tijd op de muis te klikken. Dus ik dacht van, waarom moet je op de muis klikken als je een boek aan het schrijven bent? Maar nu is ze wel aan het typen. Wat ik vandaag wil gaan doen, dat weet ik nog niet precies. Ik weet wel dat, Johnny is aan het werk gewoon natuurlijk. Oliver is naar school. Ik wil vandaag wel echt, maar dan ook echt, gaan daten met Oliver. Want, weet je, anders gaat heel die vriendschap met Nancy dadelijk ook weg. Kijk, hier, heel het liefdesbalkje is al bijna leeg en dat kan natuurlijk echt niet. Dus dat moeten we even dringend bijwerken. Isabel ligt wakker, maar die is, ze ligt gewoon wakker. Ze doet niet zoveel. Even kijken. Ik denk dat ik vandaag eventjes met Jennifer naar de spa wil gaan. Isabel kan er niet mee, maar dan gaat ze naar de kinderopvang en zo. Dat gaat allemaal automatisch. Dus ik ga, wat ben ik aan het doen? Ik ga denk ik vandaag met Jennifer naar de spa. Even lekker relaxen en even sporten en even helemaal tot onszelf komen en yoga. En dan zien we wel weer wat daarna gebeurt. Dus we gaan naar de spa. De rustige halve maan. Ik heb trouwens de spa en zo in mijn galerij gezet. Mensen vroegen daarnaar, dus dat heb ik ook eens gedaan natuurlijk. Mijn originaam is Bokoro met 4 O's aan het eind. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar ik zeg het gewoon nog een keer voor het geval dat jullie het niet kunnen vinden. Dan kunnen jullie alles vinden, ook deze familie. En even kijken hoor. Ja, even kijken. Hier kan je dan mijn catalogus bekijken. Zo, en dan zie je, als het geladen is, zie je alle dingetjes die ik heb gedeeld. Dus die kan je allemaal downloaden. De spa kan je downloaden. Jennifer en Jordy's huis kun je downloaden. Je hebt wel voor sommigen dus een uitbreidingspakket nodig, maar dat staat er dan bij. De nieuwe nachtclub kan je downloaden. Ik weet nog steeds niet of ik daarheen ben geweest, maar die kan je wel downloaden. En voor de rest nog allemaal andere dingetjes. Dus je kan gewoon een kijkje nemen en dan kan je dat allemaal downloaden. Ik zeg het heel vaak, maar ik zeg het gewoon nog een keer voor de mensen die dat toevallig niet weten. En dan gaan we nu naar de spa en we nemen Valerie en James mee. En Malcolm. En Sebastian. Nou, is dat even gezellig met z'n allen naar de spa? Nou, we zijn bij de enige echte spa en Jennifer gaat natuurlijk een badjas aantrekken, want in de spa moet je een badjas aan. Of nou ja, ja dat moet ja. Je moet een badjas aan of zwemkleding kan je ook aandoen. Oh, ze ging eventjes tegelijk door de deur hoor. Nou, wij doen even een mooie badjas aan en dan gaan we ook eventjes nog naar de wc. En wat zullen we als eerst gaan doen? We kunnen gaan mediteren, maar dat is heel saai en zo, dus dat ga ik denk ik niet doen. Ik denk dat ik eventjes naar boven ga. En even gaan kijken. We kunnen gaan yoga. Oh, de yogales is al begonnen, zie ik. Oh, nou, deze yoga-instructrice. Hester, die zit voor niemand yogales te geven. Ze doet het gewoon in haar eentje. Nou, dat kan natuurlijk ook. Even kijken. Zullen we eens even in de sauna gaan zitten? We gaan even relaxen in de sauna, jongens. En dan gaan we even kletsen met Valerie. Zo, dan moeten we natuurlijk wel een handdoek omdoen. Oh ja, dat doet zo. Kijk eens aan. Nou, Valerie, kom ook eens even gezellig zitten. Valerie uitnodigen voor relaxen. Want anders dan zweet ze zich dadelijk dood in de normale kleding. Oh, nou, Jennifer die begint al te zweten volgens mij. Nou ja, zweten is natuurlijk goed in de, hoe heet het? In de sauna, dat is ook de bedoeling dat je gaat zweten. Even kijken, relaxen met Valerie. Nou, dan gaan we gewoon relaxen volgens mij. We kunnen ook weer een massage doen vandaag. Ook hartstikke leuk. Eel, daar hebben we Charlotte Bakker weer. Enge mens. Ja, we kunnen weer van alles doen. We gaan vandaag gewoon weer wat andere dingetjes proberen dan dat we normaal doen. We kunnen nog steeds... Ik wil nog steeds een keer een modderbad nemen, jongens. Vorige keer kon dat niet. Dus dat gaan we dit keer gewoon even doen. Volgens mij, omdat Oliver een tiener of zo was, konden we niet een modderbad nemen. Maar met Jennifer kan het wel. Oh, er wordt hier geflirt, hoor. Sebastian zit gewoon te flirten met andere vrouwen, jongens. Nou, dat vind ik echt niet normaal. Dat vind ik echt niet normaal. Dat kan echt niet. Even kijken. Oh, de massagetherapeut zit ook in de sauna. Die denkt, Amar weer, ik ga lekker chillen in de sauna. Oké, jongens, we gaan even een modderbad nemen. Of wacht, we gaan eerst even sporten. Als we eerst even gaan sporten, nemen we daarna een modderbad. Oh, we gaan nu helemaal geen modderbad nemen, want dan zitten we naast Charlotte Bakker. Nee, dat willen we niet. Nou, dan gaan we eerst wel eventjes lekker sporten. En dan gaan we daarna wel een modderbad nemen. En dan zijn we heel vies daarna, denk ik. Ik neem aan dat je van een modderbad wel vies wordt. Ja, joh, we gaan ook tegelijkertijd even met Malcolm kletsen. Oh, en er begint ook weer een yogales. Oliver is weer thuis. Nou ja, die yogales die heeft me even pech.
Oh, hij gaat wel aan de yogales meedoen. Nou, doei, de ballen. Wij gaan lekker sporten. Charlotte Bakker is alweer uit de sauna, gelukkig. Of uit de sauna, uit het bad. Ik wil even het volgende sportniveau en dan wil ik in bad gaan. In het modderbad. En we hebben hem bijna, hoor. Ja, daar komt hij. Nou, waarom hebben we nou niet het volgende niveau? Nou, dan gaan we nog door met trainen. Oh, nu hebben we een fitnessniveau 3. Nou, ik ben helemaal blij. Dat hebben we bereikt. En dan wil ik nu een modderbad nemen. Ik ben heel benieuwd wat het eruit ziet. Ik denk dat het er heel vies uitziet. Dat we helemaal in een vies bruin bad zitten. Oh ja hoor, ik had gelijk. En we hebben ook weer ons coole masker op. Oh, we hebben zelfs komkommers op onze ogen. Dat hadden we vorige keer niet. Nou, kijk eens aan. Zitten we dan lekker in een modderbad? Ik weet niet wat er lekker is aan in een modderbad zitten. Want ja, je zit helemaal in het modder. Logisch natuurlijk. Maar ze doet het. En ze zit lekker met haar maskertje op en de komkommers op haar ogen. Dus het zal wel relaxend zijn of zo. Ik heb geen idee. Ik heb zelf nog nooit in een modderbad gezeten. Misschien hebben jullie het ooit gedaan. Ik denk het niet. Maar you never know, right? En ze wordt inderdaad wel heel erg vies van het modderbad. Nou ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk dat ze er vies van wordt. Juni is weer thuis. Die heeft allemaal geld verdiend. Komt dat even mooi uit. En ik wil nog een massage doen. Even kijken, een vruchtbaarheidsmassage, jongens. Dat kunnen we ook doen, maar dat hebben we niet nodig, want we gaan geen kinderen meer krijgen, denk ik. Dan wil ik een steenmassage. Van Valerie de Wit. Ja joh, het maakt het ook uit wie het doet, hè. We gaan eventjes een steenmassage krijgen, ook al stinken we heel erg door dat modder, maar dat maakt niet uit. Ik kost gewoon 300 sim door, jongens. Een steenmassage. Dat is me toch een partij veel. Oké, kijken of we ook echt stenen op ons krijgen, hoor. Oh ja, hoor. Kijk eens. We krijgen echt stenen op ons. Ik ben nou benieuwd. In het echt kan je ook zo'n massage doen met hete stenen. Ik ben nou benieuwd of dat echt lekker is. Ik zal het nooit gedaan. Maar ik ben benieuwd of dat ook echt lekker relaxend is. Of ik weet niet wat het effect ervan is. Maar het lijkt me wel eens leuk om dat een keertje te doen. Even kijken. Kunnen we hier ook wierook aanzetten? Nee, hè? Ik kan hier geen wierook aan. Helaas. Nou ja, dan gaan we even deze massage afmaken. Oh. Ging hele agressie in. Nou, volgens mij geniet Jennifer er wel van. Dus dat is mooi. Oh, dat was hem alweer. Oh, oké. Okay. Nou, dat was de massage. Op massage reageren. Nou, volgens mij is het wel positief. Weet je wat ik ook even wil doen? Ik wil even yoga beoefenen. We kunnen ook gewoon yoga oefenen. Je hoeft niet per se mee te doen aan die les. Je kan ook gewoon op jezelf yoga oefenen. Dus wat Jennifer nu doet. En dan kan je gewoon lekker yoga gaan oefenen. Oh, ze gaat twerk hoor, natuurlijk. En we stinken echt enorm erg. Dat is wel een beetje vies dat we zo erg stinken. Maar ja, weet je wat? We kunnen er niet zoveel aan doen. Oh, nu stinken we echt heel erg. Nu zijn we echt bruin. Oké, dat is niet de bedoeling, jongens. We gaan snel onder de douche. Ja, we horen het geluidje al van dat we te vies zijn om nog te leven. Oké, dat niet. Maar we zijn te vies. Dus we springen snel onder de douche. En daarna ga ik naar huis, want dan ga ik natuurlijk de date met Oliver eventjes regelen. Of nou ja, we gaan überhaupt kijken of Nancy mee wilt. Misschien wilt ze dat wel helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook, maar daar gaan we eventjes naar kijken. Dus we gaan nu meteen naar huis. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen en of Nancy mee wilt. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat ze het zelf ook wilt. Oké, we zijn weer thuis. Isabel was natuurlijk ook weer thuis. Die is weer teruggekeerd van de dagopvang. Dus dat is mooi. Die ligt hier in haar bedje, denk ik. Oliver heeft nog niet echt kennis met haar gemaakt, volgens mij. Dus dat gaat hij nu eventjes doen. Want volgens mij ze kennen elkaar wel, maar nog niet heel goed. Ze hebben nog niet echt persoonlijk goed contact gehad. Dus dat gaan we nu eventjes doen. We gaan eventjes praten, eventjes gezellig doen en zo. Het is wel vervelend dat je de behoefte van de baby niet kan zien. Dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Maar ja, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Gekke bekken trekken. Ja, we doen het allemaal maar. Even kijken, Juni heeft even de radio gerepareerd. Want die was kapot. En die gaan we nu weer aanzetten op... laten we alternatief doen. Zo, keiharde rockmuziek. Nou ja, dan gaan we een keertje... we doen een keertje wat anders. Ik doe wel vaker alternatief. We doen wel koude feestdagen. Ja, hartstikke leuk. Nou, Oliver gaat ook even avondeten. Vis met patat. Ja, joh! Is dat nou kerstmuziek? Ja, dit is kerstmuziek. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dat is het liedje. Nou, is dat even gek? Oké, we gaan nu de date regelen met Nancy.
Sociaal... Nee, niet een sociaal evenement. Dat is het niet. Mee uitvragen. Nancy. Nou, ze is de enige die we mee uit kunnen vragen. Dus dat gaan we natuurlijk ook doen. Was natuurlijk ook al onze bedoeling. Dus hopelijk wilt ze. En anders ga ik echt heel bad. Als ze niet wilt. Oh ja, ze wilt. Ze wilt. Oké. Dan gaan we nu naar de nachtclub. Funkiness. En dan gaan we daar gezellig een avondje uit. Nou, we zijn bij de Funkiness nachtclub. En ik twijfel echt, volgens mij heb ik hem nog nooit laten zien in een aflevering. Als ik dat nog niet heb gedaan, nou dan zien jullie hem nu natuurlijk. Ik vind hem heel leuk met planten in het gebouw en een fontein. En een mega stereo set hier. Heel groot. We gaan eventjes andere zender aanzetten. Wat zullen we eens aanzetten? Wat is New Age? Ik heb even het volume veranderen natuurlijk. Naar hoog. Want we zijn wel in de club en in de club moet het volume hoog natuurlijk. Even kijken, hier hebben we Nancy. Deze outfit van haar heb ik zelf gemaakt. Ik vind hem echt, ik vind hem zelf heel leuk, zo, deze outfit. Ik zou het zelf ook aandoen, denk ik. Dus dat vind ik heel leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. We gaan even haar een complimentje geven over de kleding. Even kijken, en we gaan eventjes de bewondering uitdrukken. Isabel is bijna jarig. Oh, dat ook nog. Nou, dat gaat helemaal goed komen. We hebben natuurlijk weer doelen. We moeten voornamelijk gezellig doen met ons afspraakje. Nou, dat gaat zeker goed komen. En we moeten ook ons afspraakje zoenen. En zitten met ons afspraakje praten. Nou, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Trouwens, ik ga jullie ook even de boven laten zien en zo. Dit is de bovenverdieping. Hier kan je games spelen. En hier kan je... Ja, dat zijn allemaal zithoekjes, zeg maar. Hier heb je nog een bar, piano en de wc is natuurlijk ook handig. En helemaal boven, dit is een soort VIP-club, zeg maar. Maar iedereen kan er gewoon naartoe. En ja, dit is allemaal heel netjes en zo. Met de tv en van alles en nog wat. Zeg maar de VIP-club, maar daar kan wel iedereen gewoon naartoe. Maar ik vond het zelf wel een hele leuke club. Veel te doen, het is lekker ruim. Dus dat vond ik wel, het hebben. Weet je wat, we gaan met Nancy gaan we eventjes hier zitten. Kijken wat is. Of zullen we in de VIP-club gaan zitten? Nee, we gaan even hier zitten. Of boven. Boven kunnen we misschien nog wel leuker zitten. Nee, we gaan beneden zitten. Nee, we gaan hier zitten. Hier is zo donker. Oké, we gaan beneden zitten. We gaan in zo'n hokje zitten. Hier, samen zitten. Nou, dan gaan we even zitten met ons afspraakje praten. Want dat is ook een doel. Komt ze erbij? Ja, ze komt er natuurlijk bij. Zo, maar we moeten haar dus ook gaan zoenen vandaag. Je afspraakje een verhaal vertellen. Nou, dan gaan we haar een aangrijpend verhaal vertellen. Ik hoop dat ze er heel, heel erg iets van opsteekt. Wat? Ik weet niet. Ik hoop dat ze het verhaal leuk vindt wat we gaan vertellen. Dus kijk, wat kunnen we nog meer doen? Actie ondernemen. Oh ja. Oliver. Gaat ze weg? Of gaat ze weg? Gaat hij weg? Zo stom. Oh, we hebben het voornaamste doel al bereikt. Nou, kijk eens aan. Dat is helemaal mooi. We gaan ook even een diepgaand gesprek voeren, want dat is ook een doel. Oh, kijk, nou, daar zitten we dan hoor. Oh my god, kijk hoe die zit. Hij zit met zijn benen in de bank. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar in ieder geval, James is er ook bij. Dat is natuurlijk de oom van Oliver. Als ik het goed heb, ik vergeet altijd wie wat is. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij is het de oom. Even kijken. Wat gaan we nog een keer een diepgaand gesprek voeren? Hij zit er net een tv aan of zo, maar welke tv dan? Ik zie hier geen tv, maar oké. Oh, hij zet de muziek aan. Aha, hij zit muziek te luisteren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, jongens, we gaan eventjes James een complimentje geven. Kijk, het enige doel wat we nu nog moeten doen is ons afspraakje zoenen, denk ik. Kijk, nou, wat is Oliver nou van ons? Of James bedoel ik? James is van ons. Onze oom, ja. Zie je, had ik het toch goed. Nou, helemaal mooi. Vraag hoe zijn dag was. Zo. Even kijken, zullen we anders eventjes wat drinken gaan halen? We kunnen wel eventjes wat drinken gaan halen, samen met Nancy. Denk ik, of ik weet niet of ze meegaat. Oh, de barman is weg. Oh, nou dan kunnen we geen drinken halen. Oh, hierboven staat wel een barman. Tobias Smeets. Nou, dan gaan we eventjes bij hem wat drinken halen. Drankjes voor iedereen maken. Drankjes voor groep bestellen. Drankjes voor groep bestellen. Oh, dat kost wel heel duur allemaal, jongens. Kost wel heel veel geld. Een bruisend fruitdrankje. Die zijn het goedkoopst. Dus we gaan vragen of die een bruisende fruitdrankjes voor ons maakt. Want dat is niet zo heel duur. Oké, we moeten wel eventjes snel gaan zoenen dadelijk. Want anders is dadelijk de tijd voorbij. En dat willen we niet. Oh ja hoor, het eerste drankje is er. Nou Nancy, neem ook lekker een drankje. Kom er gezellig bij. Oh, ze moet naar de wc.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Ze mag ook naar de wc gaan. Dat mag ook van mij. En wij moeten dadelijk ook naar de wc, want we zitten te drinken. En als Sims gaan drinken, moeten ze heel snel naar de wc altijd. Oh, en nu is ze heel moe. Oké, dan moeten we wel echt snel actie gaan ondernemen. Want anders valt ze dadelijk in slaap en wil ze naar huis. En dat kunnen we natuurlijk echt niet hebben. Gaat ze nou... Oh, ik dacht even dat ze ging drinken op de wc. Dat is niet zo gezellig. Even kijken. Waar gaat ze nou weer? Oh, ze gaat hier zitten. Oké, we gaan ook zitten. We gaan erbij zitten natuurlijk. We gaan haar niet zomaar hier alleen laten zitten. Waar gaat ze nou allemaal naartoe? Ze gaat de hele tijd verplaatsen zo. We gaan even een geheim delen. Okay. Weet je jongens, we gaan gewoon gelijk nu even de romantische kant op. We gaan lekker flirten en we gaan lekker romantisch doen. Omhelzen, dat kunnen we ook nog doen. Oh, Oliver die is ook, begint ook een beetje moe te worden. Oh, het is alweer 4:30. Oh my god, jongens. Oké, dit is heel erg. We gaan haar nu zoenen, want anders dan lukt het nooit. Of dan lukt het nooit, dan zijn we te laat. Oh, we kunnen nog helemaal niet zoenen. Eerste kus. Oké, we gaan nu de eerste kus doen, jongens. Ik dacht dat we die al hadden gehad, maar blijkbaar niet. Oh, nou hun eerste zoen samen. Is dat even leuk. We hebben ons afspraakje gezoend. Probeer die afspraakje te verleiden, dat kunnen we ook nog doen. Een gewaagde vraag stellen. Jeetje. Even flirten. We moeten proberen ons afspraakje te verleiden. Maar die optie is er nog niet. Dus we moeten even wachten. Oké, een kushandje geven. Oh, nou het afspraakje is voorbij. We beginnen ons net flirterig te voelen. Maar het afspraakje is voorbij. Ze zit hier nog wel, maar oké. Nou ja, dan gaan we weer naar huis, denk ik. Zullen we haar verkering vragen? We gaan haar verkering vragen. Of we gaan eerst vragen of ze wel vrijgezel is. Misschien is dat helemaal niet. Dat zal erg zijn. Nee, ze is vast wel vrijgezel. Oké, en daarna wil ik haar verkering vragen. Want we vinden haar al zo lang leuk. Ze is vrijgezel, ja. Zie je, dat wist ik wel. Waar staat die optie? Oh, wat doe ik nou? Compliment geven over uiterlijk. Oh ja, dat kan ook. Maar ik wil haar verkering vragen. Maar dat kan niet. We kunnen haar geen verkering vragen. Wat is dat nou weer voor iets geks? Even zien. Oh, we moeten nu weer een nieuwe eerste kus doen. Waarom dat nou weer? Oh, nou, we gaan voor de tweede keer een eerste kus doen. Jongens, dat kan blijkbaar in de Sims. Dat is weer nieuw voor mij. Interessant. Nou, dan kunnen we haar nu wel verkering vragen, denk ik. Nog steeds niet. Nou, jongens, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik snap het niet meer. We kunnen er geen verkering vragen. Dus we gaan maar naar huis. Ik zie het niet meer waar het dan wel moet. Nou, doei Nancy. Leuk dat je er was. Dankjewel voor de date. Maar we kunnen haar geen verkering vragen. Ik vind het helemaal ronduit belachelijk. Weet je wat? Dan doen we dat lekker een andere keer. We gaan nu lekker naar huis. Of hebben we al verkering met haar? Nee, dat kan niet. Nee. Nee, dat kan echt niet, denk ik. Nou ja, in ieder geval, we gaan weer naar huis. Nou, we zijn weer thuis. Oliver die is super laat thuis. Het is alweer 6:15 ochtends. Dus het is letterlijk alweer helemaal de volgende dag. Maar ja, het is weekend, dus dan mag het op zich wel. Dat kan wel een keertje. Het is al eens eerder gebeurd toen met de trouwerij volgens mij. Of ik weet niet meer. Maar dat maakt niet uit. Oh, Johnny moet alweer bijna aan het werk. In ieder geval jongens, dit was weer de aflevering voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je die leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zie je mij de volgende keer weer. Bye bye.